Nee, ik ben in het belofte ben ik gekomen. Vrij laat eigenlijk. Ik denk misschien ja, 2 of 3 weken nadat het seizoen was begonnen eigenlijk. Ik ben van RKC toen overgekomen. En ik heb ja, tot aan de winterstop had ik het wel lastig gewoon. Was wennen natuurlijk het team aan mij en ik aan het team. En ja, na de winterstop heb ik gewoon de knop voor mezelf omgezet. En is het eigenlijk gewoon ja, steeds beter gelopen, ook met doelpunten. Dus ja, positief zin ben ik opgevallen. Want waarom ben je pas zo laat overgestapt van RKC naar FC Dordrecht? Nou, het seizoen bij RKC was natuurlijk vrij laat vanwege de ja, play-offs. Dus ja, en ik kreeg toen ook vrij laat door dat ik ja, moest vertrekken eigenlijk. Dat er geen plek meer was voor mij in de selectie daar. En toen heb ik eigenlijk, ja, ik ben eerst een beetje voor mezelf eerst trainen ook. En vrij laat hebben ze eigenlijk ja, Dordrecht gevonden voor mij. Want dat is toch eigenlijk raar dat een speler bij een van de laatste plaatsen in de Jupiler League niet welkom is, maar wel in de Eredivisie aan de bak komt. Nee, klopt. Maar ja, wie had vooraf gezegd dat RKC laatste zou worden? Of laatste zou staan in de Jupiler League. Dus ja, het is qua raar lopen. Want even jouw historie. Je hebt bij Excelsior gespeeld, je hebt bij Sparta gespeeld. Hoeveel jaar heb je bij die Rotterdamse clubs rondgelopen? Ik ben bij Sparta begonnen. Heb ik 10 jaar gespeeld. En toen ben ik, vervolgens ben ik in de B, ben ik naar Excelsior gegaan. En ja, het jaar erop ben ik weer, ja, het ging goed daar, dus ik ben het jaar erop weer teruggegaan naar Sparta. En toen heb ik tot aan Aartjes heb ik daar gespeeld. En vervolgens ben ik toen naar Willem II RKC geweest, of gegaan. Dat was samenwerking. En toen ben ik ja, Den Bosch. En nu eigenlijk ja, toen RKC en toen Dordrecht. Dat is aardige clubs. Ik wou dat zeggen, je zou zeggen dat je 29 bent, maar je bent pas 20 jaar. Waarom al die clubwisselingen? Ja, het was eigenlijk net niet voor mij dat het goed zat. Ook met trainers onder andere, gewoon met mezelf ook. En nu gewoon hier zit ik gewoon op mijn plek. Dus het is gewoon goed. Maar je zegt, en de trainers en mezelf, leg eens uit. Ja, de band met de trainer moet wel, voor een spits is belangrijk dat de band met de trainer gewoon goed is. Ook voor het vertrouwen. En als je net, als je nieuw komt, dan weet je dat de andere spits die daar wat langer zit, ja, vooraf gewoon voorrang krijgt. Dus ja, voor mij heeft het dan net niet gewerkt. Maar nu begint het aardig te werken, als ik het zo een beetje inschat. Ik geloof 6-4 invalbeurten, 2 basisplaatsen, waarvan de laatste 2 wedstrijden. Het is het gevolg van wat jij zegt, dat de knop omgegaan is rond de winterstop. Wat moest er dan veranderen, vond je zelf? Het leven voor het voetbal. Ik had dus zeg maar dat ik ja, naar training toe ging. Met het idee van ja, ik ga trainen en dan, daarna zie ik het wel wat er op training gebeurt. En eigenlijk gewoon na de winterstop ben ik ja, gewoon mee bezig geweest. Dus gewoon voor mezelf, bijvoorbeeld bij een partij, zeggen van luister, deze partij ga ik winnen en ik maak zoveel doelpunten. Dat is eigenlijk gewoon het belangrijkste voor mij geweest, dat ik gewoon die drive had om elke keer beter te worden. Want je merkte, als ik zo doorga, dan word ik nooit profvoetballer. Nee, klopt. Ik heb ook gewoon een gesprek gehad met mijn management, ook daarover. En die had ook gewoon heel erg aangegeven van luister, als je hier niet gaat slagen bij Dordrecht, gaat het gewoon moeilijk worden. Dus ja, ik ben gewoon voor mezelf ben ik gewoon ermee bezig geweest. En houdt het dan ook concreet in, bijvoorbeeld gezonde eten, minder stappen, allemaal dat soort dingen? Nou, dat was in principe was het gewoon allemaal goed. Eten en het stappen was sowieso niet aan orde. Maar het was meer gewoon op het veld. Gewoon voor leven en buiten het veld ook gewoon mijn extra oefeningen en dat soort dingen doen. Dan heb je het over krachttraining bijvoorbeeld? Ja, krachttraining ook gewoon en trekken. Niet onbelangrijk. Trekken? Oh, nee, het rekken. Niet onbelangrijk was het eigenlijk. Ja, want je begon wel eens een training dat je dacht van nou ben ik eigenlijk wel warm. Ja, soms had ik wel gewoon het gevoel van het zit niet echt los of het voelt niet echt lekker. Maar ja, het gaat steeds, of nu is het gewoon goed. Ja. Want verbaas je jezelf dat je het zo veel minuten, zoveel kansen in ieder geval krijgt in de Eredivisie? Nou, eigenlijk niet. Want ja, bij een club als Dordrecht weet je dat je dat soort kansen gaat krijgen, of kan krijgen, als je het gewoon goed doet. En ja, ze wijzen gewoon weer dat als je gewoon goed doet in de jeugd, dat je gewoon doorgeschoven kan worden.